Dit is Rijnstaten Boulevard en mijn naam is Merel. Het schijnt dat er voor de medewerkers van Rijnstaten op dit moment nieuwe dienstkleding ontworpen wordt. Onze reporter Bart heeft er een reportage van gemaakt. Ik sta hier bij de hoofdingang van Rijnstaten, waar het gonst van de verhalen over nieuwe dienstkleding. En of dat waar is, gaan we nu eens even bekijken. Loopt u mee? Het schijnt zo te zijn dat verschillende medewerkers allemaal verschillende kleuren polo's dragen. Dat is misschien heel kleurrijk, maar tegelijkertijd ook heel verwarrend voor de patiënten. En dat zou natuurlijk een van de redenen kunnen zijn waarom ze hier nieuwe dienstkleding laten ontwerpen. Het is slechts nu een gerucht en ik ga kijken wat daar van waar is. Misschien even kijken of we hierin mogen breken. Dag, mag ik even storen, wellicht? Ja. Nee, liever niet. Wij zitten in een patiëntenbespreking. Ik heb slechts één vraag, en wel een hele brandende vraag. Dat is of u al iets weet over de nieuwe dienstkleding van Rijnstaten. Nee, daar houden wij ons niet mee bezig. Goedemiddag. Nou, wat betreft... Oh ja, goed. Dat is jammer, maar goed, dat is dan zo. Ga ik even op zoek naar iets... Jongeman, mocht het zo zijn... Ja. Dan natuurlijk alleen maar gewoon wit. Daar. Dus geef dat door. Opnemen. Goed, even op zoek naar waar wel meer informatie is. Ach, wat heb ik gehoord. Dag mevrouw. Klopt het dat er nieuwe dienstkleding komt? Weet u er iets van? Ach man, ik heb geen idee, maar ik mag het hopen. Iedereen denkt dat ik een verpleegster ben. Ah, nou ja, deze mevrouw zou er dus heel blij mee zijn. Oké, dank u wel. Zo, eens even kijken waar ik hier terecht ben gekomen. Oh, sorry. Nou, ik heb een vraagje. Weten jullie misschien hier iets over de nieuwe dienstkleding? Het is kort, de nieuwe dienstkleding. Dat ja, is, de nieuwe dienstkleding op bij Rijnstaten. Dat is Bart van Rijnstaten Boulevard. Dag Bart. Ja. Goh, wat leuk. Dit echt. Au. Oh. Ja. Goh. Nee, weet u er iets van? Nee, ik wel. Nee. Ik heb er... ik heb er wat over gehoord, ja. En wat heeft u erover gehoord? Nou, niet zoveel, maar misschien... Bart. Misschien de directie, tipje. Dat ik er bij de directie vraag. Oh ja, dat is misschien eigenlijk een heel goed idee. Ja. Dan ga ik het nu doen. En succes mevrouw. Dank u wel. Dag. Op naar de directie. Dat is hard. Weet u al iets over de nieuwe dienstkleding? Nee, niemand weet wat over de nieuwe dienstkleding. Maar ik kom er wel... Ja, er is er weer. Maar ik kom er wel achter, hoor. Ik kom er wel achter. Wacht maar af. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Weet u iets over de nieuwe dienstkleding van Rijnstaat? Helemaal niks. Ik loop hier dus nu in de gang van de Raad van Bestuur. En ik ben benieuwd of zij al iets kunnen loslaten. Ah, dag heren. Mag ik heel even storen? Waar gaat het over? Nou, klopt het gerucht dat het ziekenhuis nieuwe dienstkleding krijgt? Ja, daar willen we nog niet te veel over kwijt. Oh, ja, nou ja, dat is dan eigenlijk heel jammer. Heren, ja, Victor en Rolfina zijn de modeontwerpers. Oh. Kan ik ze binnenlaten? Nou. Oh, de ontwerpers van de nieuwe dienstkleding. Ja. Ik weet voldoende. Dag heren. Dag mevrouw. Sorry. Inmiddels heeft onze Bart diezelfde dag een bezoek gebracht aan het atelier van Victor en Rolfina. En daar gaan we nu even naar kijken. Hoi, zeg dit zo. Victor. En dat En zeg je van, de moeten ze bij? Of is het te? Dat is een beetje te. Oh, te. Oh, laten we die gewoon weg. Hè, maar dit zo. Te. Oh. U vraagt aan ons of wij voor onze cliënt Rijnstaten op dit moment heel toevallig nieuwe dienstkleding aan het ontwerpen zijn. Victor. U bedoelt dat wij dienstkleding ontwerpen die heel
prachtig van kleur is. En deze is bijvoorbeeld heel mooi van snitten, prachtig van stofkeuze. Deze, ja, moet u kijken. Dat is echt een prachtig afgewerkte details. Maar nee, daar mogen we helaas nog niets over kwijt. Nee, helemaal niets. Nee. 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 Maar goed, omdat hij zo aandringt, Rolfie. Daar gaat hij dan. Tada! Deze hebben we ontworpen. Prachtig qua snit. Kijk eens, heel mooi gesneden. Een mooie hals. Fantastisch, hè? Heerlijk, ja. Nou, weet je wat? We gaan ervoor. Laat de model ook maar komen. Ja, hè? Huppakee, huppakee. We doen het gewoon. Ja, we doen het gewoon. Ja, prachtig meisje. Nou, ach, daar zijn ze dan. Nicky en, ja, daar komt hij, Bernie. Zij hebben de verpleegkundige kleding aan. Zowel de dames als de heren Hess zit heel comfortabel door de polostof. En voor de dames is er een hele mooie getailleerde Hess. De broekband heeft aan de achterzijde elastiek en is verstelbaar met knoopjes. De prachtige polostof, ja, die is verwerkt in de mouwen en in de schouderpartij. Nou, wat een plaatje, nietwaar? Nou, dag. Hallo Annemieke. Zij laat trots haar doktersjas zien. Goed nieuws voor de dames. Er is een speciale damesversie die elegant getailleerd is. De jas heeft 6 zakken. Waaronder een pieperszak. De voornamelijk witte jas wordt een heel subtiel kleuraccent gegeven op de kraag en op een van de zakken. Ach, daar hebben we Chris. Die draagt de zorgjas voor verpleegkundig specialisten, consultatief verpleegkundigen, apothekersassistenten en hygiënisten. Ja, de zorgjas heeft net iets meer kleur dan de doktersjas en net als alle kleding heeft ook deze jas een speciaal blauw lipje voor de personeelspas. Voor de dames is de zorgjas getailleerd. Anjo, die draagt de kleding voor de serviceassistenten en facilitairassistenten. De Hess heeft meer kleur dan die van de verpleegkundige, zodat de patiënt duidelijk onderscheid ziet tussen de zorgverlener en de niet-zorgverlener. John, ja, die geeft de schort die zij aantrekken als zij patiënten hun eten serveren. Prachtplaatje toch? Deze kleding heeft dezelfde comfort en dezelfde pasvorm als die van de verpleegkundige. Mooi hè, John? Dag. Soraya. En? Dag Wouter. Zij zijn magazijnmedewerker. Deze kleding wordt ook gedragen door alle logistieke medewerkers. De Hess heeft hetzelfde comfort, dezelfde pasvorm als die van de verpleegkundige. De heren dragen een hele stoere worker en de dames een broek van prachtig dunne stof. Om duidelijk onderscheid te maken met de zorgverleners is ook hier gekozen voor een rustige blauwe combinatie waarop, nou ja, vuil iets minder goed zichtbaar is. Wat een indrukwekkende kledinglijn. Heel Nederland loopt weg met deze collectie. En dat hebben wij weten vast te leggen. Goedendag, mevrouwtje. Had u gezien dat u uw gordel niet om heeft? Ach. Ja? Hé, sorry. Ja. Nou goed, ik zal het voor deze keer door de vingers zien. Hè? Maar goed. Kunt u nu doorrijden. Oké. Tot ziens. Ja, oké, dank u wel hoor. Heel Hallo. Fijn. Wat is daarop uw antwoord? Ja, ja graag. Dan verklaar ik u nu tot man en vrouw. U mag de bruid kussen. Een lekker stofje.
schat? Ja, natuurlijk. Oh, heel mooi. Leuk, hè? Nou, doen dat. Ja, want jij hebt alles heel mooi, hè? Ja. Ontwerpers Victor en Rolfina proosten samen met de Raad van Bestuur op het fantastische resultaat. Voordat we overschakelen naar restaurant De Liefde in Doesburg, neem ik vast afscheid van u. Graag tot de volgende keer. Nou, Jan-Kees, wat een succes die dienstkleding. Slecht voor onszelf gezorgd, maar iedereen is tevreden. Missie geslaagd. Missie geslaagd.